Ja, we zijn hier bij het carnavalsfeest van de Gagelkeeltjes. En bij me staat Bjorn, Prins Bjorn van de Gagelkeeltjes. Ja, inderdaad, Prins Bjorn van de Gagelkeeltjes, 2023. He, eindelijk weer carnaval in het mooie Nijverdal. En ja, je ziet het als je om je heen kijkt hier bij Zinin en Toy Toy. Een enorm groot publiek met heel veel carnavalsvierers vanuit Nijverdal in de Gagelkoelen. Dus ja, één fantastisch groot feest natuurlijk. Wat maakt jou Prins Carnaval? Oftewel, wie heeft jou gekozen als Prins Carnaval? Ik ben natuurlijk de opvolger van Prins Twan. Daarna helaas 2 jaar corona. Maar ik ben gekozen door de stichting en de jongens binnen de vereniging. Kwamen ze erachter van laten we Bjorn eens prins maken. En ik ben officieel gevraagd. Met de scepter hebben ze me aangeboden. En die heb ik natuurlijk met beide handen in ontvangst genomen. En daardoor mocht ik het Prins Carnaval 2023 inluiden. Het is ooit begonnen bij voetbalvereniging De Zweef. Dat was jullie thuiszonk. Wat heeft het gemaakt dat dit zo'n groot feest is geworden? Ja, we zijn inderdaad met een stel vrienden. Die zijn begonnen bij De Zweef in 2006 met een prins. En dat hebben ze jarenlang opgebouwd van kleinschalig naar steeds groter. Als je dan ziet dat we de laatste jaren eigenlijk onze residentie bij De Zweef te klein werd, te veel publiek op afkwam, wat een heel goed teken is, hebben we eigenlijk toen gezegd van we moeten het carnaval naar Nijverdal brengen. Nou ja, en dat hebben we dus ook gelijk opgepakt met deze residentie, met het Zinin en het Toy Toy. Ja, en we hebben gewoon 1000 kaarten verkocht en het is gewoon uitverkocht. Dus dat is 1,5 fantastisch. Welke activiteiten hebben jullie de afgelopen week al gehad? Nou ja, we zijn op bezoek geweest bij buurtverenigingen, waar ook de prinsbekendmaking is geweest. Zo zijn we gisteren begonnen met alle scholen te bezoeken in Nijverdal. Daarnaast zijn we ook bij de Burg geweest, de gehandicapten, wat een enorm succes was. Gisteren hebben we het kindercarnaval gehad, waar 500 man binnen was, kinderen binnen waren. En een teenage party hebben we gisteravond gehad. Ja, en vandaag het grote mega carnavalsfeest. Hoe overleg je dit met je baas? Want volgens mij gaat hier nog aardig wat snipperdagen in zitten. Nou, dat heb je inderdaad wel goed. Ja, eigenlijk een klein beetje opsparen van 22. En die meenemen voor de eerste maanden van het jaar. En die hebben we nu ingezet. En dan houden we hierna nog mooi tijd over om de rest op te maken. Samen met mijn gezin. En dat doe ik met alle plezier. Wat zijn voor komende weken nog de activiteiten van jullie carnavalsvereniging? Ja, wij gaan vrijdag gaan we op bezoek bij onze buurtvereniging Hellendoorn. Zaterdag hebben we een Prinsendag. Dan gaan we het ontbijt doen. Dan gaan we langs de kerkhof naar onze nabestaanden. We hebben de optocht in Haarlem. En dan gaan we naar Oldenzaal. Zondag hebben we een kerkdienst in Nijverdal om 10 uur. Hele leuke kerkdienst. Daarna gaan we op bezoek in Oldenzaal. Maandag sluiten we nog even weer bij Oldenzaal aan. En dan doen we dinsdag de prijsuitreiking in Haarlem. En woensdag samen met de burgemeester en de buurtverenigingen de sleuteloverdracht. En dan is het helaas het carnaval voor 2023 voorbij.